Dit is Europa, de Europese Unie. Opgericht na de Tweede Wereldoorlog. Want we waren het er allemaal over eens, dit nooit weer. En daarom gingen landen samenwerken. En noemden ze het de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal. Sexy, right? En sinds het ontstaan is er veel gebeurd. De Berlijnse muur viel. Ja, dankjewel David. Duitsland werd herenigd, de familie werd groter. En zo werd de Gemeenschap van Kolen en Staal in 1993 de Europese Unie. Met meer dan 500 miljoen inwoners heeft de EU inmiddels de tweede grootste economie ter wereld. En al meer dan 70 jaar vrede. Wel moet je voldoen aan deze eisen voor een EU-lidmaatschap. Het hebben van een democratie en een rechtsstaat, een functionerende markteconomie en een land moet in staat zijn om EU-wetten in te voeren. En Brussel? Brussel kijkt naar waar er samengewerkt kan worden. Zoals op het gebied van zorgen dat er genoeg voedsel is voor iedereen, het bestrijden van criminaliteit en bijvoorbeeld een verbod op wegwerpplastic. Maar het gaat niet altijd goed in Europa. De bankencrisis vanaf 2008, de crisis in Griekenland vanaf 2009, de Brexit en de tegenstellingen tussen noordelijke en zuidelijke, tussen oostelijke en westelijke landen. Europa is niet perfect, maar het is te gemakkelijk om Europa de schuld te geven van alles dat misgaat. Zoals veel nationale politici doen. Of populisten die alles zeggen om stemmen te winnen. Zij brengen de zondebokken terug. De eurocraten, de Grieken, de vluchtelingen, de moslims. Nationalisme dwaalt als een spook uit het verleden door Europa. En niet alleen in Polen en Hongarije. Oké, voordat dit een te negatief verhaal wordt. Wanneer je aan Europa denkt, kun je ook denken aan de toekomst. En wat Europa bereikt heeft. Landen samenbrengen waar er eerder oorlog werd gevoerd. Opkomen voor mensenrechten en onze democratie. En klimaatverandering echt aanpakken? Dat doe je Europees. Let's go!